Welkom bij een nieuwe vlog. Het is alweer een tijdje geleden dat mijn laatste vlog online ging. Dat was begin oktober toen ik van Stichting Stemiro naar Roemenië ben geweest. Ja, daarna heb ik het gewoon heel erg druk gehad met bruiloften uitwerken. En nou ja, ook heel veel andere opdrachten binnengekregen. Dus dat kost gewoon heel veel tijd. Dus ik had geen tijd om te editen. Ik heb wel gevlogd. Dus ik laat eigenlijk alle vlogs van de afgelopen 2,5 maand denk ik ongeveer achter elkaar zien. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier. Donderdag. Het is inmiddels een week nadat ik terugkwam van Roemenië. Na een hele indrukwekkende werkvakantie, zeg maar. En ik moest alles wel even weer relativeren. Het is wel een hele andere wereld waar je in één keer instapt. Maar goed, ik heb het een plekje kunnen geven. En het stopt je zeker niet bij. We gaan nog echt door met hulpgoederen. En wat we allemaal nog meer kunnen doen voor de Roemeense bevolking. Inmiddels ben ik bezig met andere dingen. Want Hans is vandaag jarig. En ik heb net even allemaal dingetjes gehaald. Want hij wordt 40. En ik vind dat het wel leuk, op een leuke manier gevierd mag worden. Dus ik ga even de boel versieren. En donderdag is mijn vaste vrije dag. En omdat de bruiloften klaar zijn, heb ik ook iets meer tijd om klusdingetjes klaar te krijgen. Dus ik heb vandaag besloten om 4 planken even op te halen. En die ga ik zwart schilderen. Ja, schuren en dan zwart schilderen. Want ik heb nog steeds geen loopbordjes naar mijn studio. Dus mensen die hier voor de eerste keer komen, die weten natuurlijk niet gelijk waar de studio is. En die zit achter thuis. Dus als je het niet weet, weet je ook iets goed waar je naartoe moet lopen. Dus ik wou heel graag een looproute, maar ik wist niet zo heel goed
hoe ik dat zou gaan maken. Ik wil het natuurlijk weer passend hebben bij de studio. Ik ben trouwens ook heel verkouden, zoals je hoort. Maar ik heb geen corona. Ik heb al test gedaan. Dus die 4 planken opgehaald. En ik heb al 4 van die loopbadjes besteld. Dan komt op de camera heel flats over, maar dat is die niet. Die ga ik hier opmaken. Of eigenlijk kan ik op deze laten zien. Draai ik de camera om. Kijk, dit zijn de planken. En die komen natuurlijk nog een heel stuk in de grond. Maar dan komt het bordje. Komt zo op de plank. En daarboven komt een lamp. Een zonnepaneellamp, zeg maar. Ik weet niet zo goed hoe je dat moet noemen. Dus, maar goed, die komen vandaag ook binnen, die lampen. Dus ik ga ze eerst even helemaal zwart schilderen. Zodat het weer bijpassend is bij mijn studio. De plankjes zijn zwart. Ik moet alleen de onderkant nog doen. Maar goed, de voorkant is klaar. Aan gebrek aan bakjes gebruik ik daar bierkratjes voor. Alina doet bellen. En hoe lang doen wij jou bellen, Alina? 1 uur. Wij doen al 1 uur lang bellen. En mama moet eigenlijk nog een beetje werken. Maar we hebben het zo gezellig dat wij helemaal de tijd vergeten en dat we al 1 uur doen bellen, of niet? Ja. Ja, maar we hebben al zoveel gekletst. En Alina is vandaag vrij, want waarom ben jij vrij? Ik heb 2 weken vakantie, maar over 3 dagen moet ik weer naar school. Ja, en vind je dat leuk? Jawel. Ach, het is bijna kerst, hè? Ja. Ja, en als het allemaal een beetje lukt, komen wij weer bij jou met de kerst. Ja. Als de corona een beetje, weg is die toch niet. Maar als het bij jullie maar rustig is met de corona, hè? Ja. Dan gaan we lekker ons opsluiten in een hotel, lekker knuffelen en... elke dag even eten bij Casa de Custo en dan weer terug naar hotel, weer lekker knuffelen, spelletjes doen en jou kietelen en gek doen en alles. Verstoppertje spelen op de hotelkamer. Ja. Ja, dat gaan we allemaal doen, hè? Heb je nog andere ideeën wat we kunnen doen als we bij jou zijn? Nou, zwemmen niet. Zwemmen niet? Nee. Waarom niet? Ja, maar het is toch kerst. Kijk, dat is niet zwemmen. Ja, maar wel, weet je, maar je hebt daar wel een binnenzwembad in Brasov. Daar zijn wij geweest. Ja, jawel. En ook lekker warm water. Ja. Ja, dat kan wel. Ja, dat kan wel. Daar kunnen we wel naartoe. Ja. Ik heb vanmorgen de hele ochtend in de studio gewerkt aan de laatste bruidsreportages. En daarna, toen ik dat klaar had, heb ik de planken even in de grond gezet. Dat was trouwens wel een heel kawaii. De eerste staat, of de eerste deed de tweede. Dus de tweede. Dus hier komt straks een lampje. En dan komt daaronder mijn bordje. En daar had ik ook een gat gegraven. Maar daar kwamen we achter dat daar nog een kabel liep. Dus er moet een stuk van de plank af. Dus we kunnen niet dieper graven. Maar dat komt goed. En het tweede, die staat ook al. Dus, als ze daar dan de auto parkeren, dan zien ze gelijk het eerste bordje. Zaterdagavond. Wat een lelijk licht eigenlijk, wacht even. En we hebben onze vaste logees weer op bezoek. Zij maar even, Jackie. Je mag ook op de vlog. Hoi, dit is Jackie. Een van Lisa's beste vriendinnetjes. En Giel heeft er een mooie bende van gemaakt. Waar is jouw vriend dan? Op de wc. Op de wc. Komt hij er al aan dan? Ja. Kijk, dat is Tony. Mag ook op mijn vlog. Zeg maar hoi, ik ben Tony. Hoi, ik ben Tony. We gaan wat doen. Bingo. Bingo! En we hebben prijsjes gekocht. En Lisa weet een aantal prijsjes wel, maar ook heel veel niet. Of heb je al stiekem in die tas gekeken? Ja. Ja? Jackie ook. Heb jij het ook gezien, Jackie? Ja. Wat staat daar, papa? Waarom krijg je dat? Die is voor jou. En die is voor jou. Oh. Maar dat heb ik ook nog niet gevlogd. Wat waren we van de week? Ik zit vast in een plant. Ja, nog niet meer. Nee? Ja, waar?
Ja, 12 jaar groot. 12 jaar groot, ja. 5 november. Ja. Dus volgend jaar is hij 12,5 jaar groot. Uit jouw leven? Ja. Dus kijken we dan een klein feestje, zo'n vieren. Maar ik vind je best wel een bende eigenlijk. Vinden jullie er zo van dan? Maar goed, tafel is leeg, dus we kunnen in ieder geval bingo spelen. Giel, pak je even de bingo kaarten en de bingo balletjes. De bingo dingen liggen boven. Lekker papa. Lekker dik man. Nou, de prijsjes zijn uitgestald. Even kijken wat onze prijsjes zijn. Midden mogelijk gemaakt door de Action. Niet gesponsord. Ja. Sponsor ons eens een keer. We hebben al zo vaak bingo gedaan, hè? Ja. Maar wie is de draaier? Lisa? Lisa den draaier. En we hebben allemaal een bingo kaartje. Ja, maar ik ben nog niet. Heeft iedereen een bingo kaartje met de geluksgetallen die ze willen? Ja. Nee. Wat jouw geluksgetallen dan? 13. 13. Ik heb er geen. Lisa? 13. Nou, jij? 23. 23. Ik ben nog heel. Ik zeg mijn nummer niet, anders wil iedereen altijd mijn kaartje. Want ik heb altijd geluk. Ik heb wel wat geluk. Ik heb echt geluk. Ja. Ik heb ook wel. Ik heb een beetje met vol mond te praten trouwens. Hey, die chips is allemaal van mij hoor. Ik heb hard gewerkt, jullie niet. Oh nee? Jullie zitten de hele dag al in de pyjama. Ik ga bijna elke dag 6 uur naar school. Ja, ik doe heel goed. Nou, je moet eens weten wat ik allemaal doe. Dan moet je allemaal quest doen, je legt het op zelf. Ja. Nou, draaien. 67. Nou, begint al goed. Staat er 67? Niet op. 67? Ja. Ja. 67. 72. Ja, bingo! Moet je controleren of een geloof is wel? Geloof het. Van de bingo liedjes even, mama. Check maar even, ja. 69. Denk je dat ik valse bingo heb? Nee. Alleen het moet. Ja, klopt dus? Ja. Oh, dus ik mag prijsje uitzoeken. Sim, kijk maar, zal ik eens even uitzoeken. Wat zal ik eens doen? Oké. Okay. Of zo'n leuk pottenmaneertje. Nee, je hebt zo'n. Ik ga voor de Action tas. Vind ik wel handig, een tas. Oké. Okay. Nou, volgende. Dat vind ik goed. Wat is nu de bingo? Ik maak hier voor de volle kaart. Ik ook. Een balletje. Oh, 70 is al geweest. Ik heb bingo. Oh, ik heb niet gezien. Heb je een uurtje? Ja, ik heb een uurtje. 19. Ik heb een ja. Ja. Oh. Ik heb geen fiches meer. Fiches ik ook zijn niet. Ook. Ik heb ja, 19 is geweest. Wat kut. Kut. Oeh. Wat heb je nou uitgezocht van Lisa? Voor Tony. Voor Tony? Wat lief. Oh, en Lisa had dat voor jou gedaan. Super lief, Lisa. 57. Bingo! Kun je mee maken? Een badbom. Een badbom? Voor in bad. Een unicorn of een katje? Ik wil sokken, lekker warme sokken. Lekker warme sokken. Ik wil pakken mijn mondje. Lekker hoeveel geld erin. Nou, ik ga voor de kopjes. Lekker. Is 50. Wat doen we nu, papa, van bingo? Staande bingo. En wat houdt dat in? Degene wat lekker bij staande bent. Vind je het nog leuk? Nee. Nou. 32.
is het alweer dinsdag. Gisteren heb ik weinig gevlogd, want gisteren had ik gewoon lekker een ik-dagje. Gisterochtend even langs Judith geweest, mijn collega fotografen, waar we heel veel aan elkaar hebben qua onderneming. Dus alles wat ik vertel, dat begrijpt zij. En alles wat zij vertelt, begrijp ik. Dus we hebben echt heel veel aan elkaar. Dus dat is heel super fijn om na een hele drukke periode even weer te brainstormen over alles. Of over dingen praten waar je tegenaan loopt. Judith is gewoon degene die mij begrijpt. Dus dat is super fijn. Dus is er weer een mega bestelling binnengekomen. Ik zie dat mijn post al los is gemaakt door de nieuwsgierigen. Ik heb nieuwe warenbonnen besteld. Want ik had nog steeds mijn oude warenbon logo. Dat. En ik heb nieuw inpakpapier besteld. Ook roze goud. En mooie envelopjes. Het boek van Blondjes Beleggend Eten. Ik was van de week bij mijn collega Judith op visite. En daar hadden we het over dit boek. En Judith heeft het al helemaal doorgelezen en was heel enthousiast. Dus aangezien ik het nu wat rustiger heb, ga ik deze ook zeker doorlezen. En dan een keuze maken hoe ik dit ga doen. Mijn nieuwe agenda al binnengekregen voor 2022. Mooie. Ik ben heel erg fan van Jos V. Voornamelijk hoe zij is als ondernemer. Vind ik echt heel interessant hoe zij dat allemaal doet. Dus dat. Ik heb altijd voor mijn bruidsparen 3 mogelijkheden. Ze kunnen kiezen voor een mini boekje en met een USB-stick. En dan kunnen ze zelf eerst hun album maken, mochten ze dat zelf graag willen doen. Dus dat is dus een klein boekje. Maakt dan wel een beetje een impressie van de dag. Dus alle foto's wat ik belangrijk vind en waardoor ik een verhaallijn kan maken, die komen in zo'n klein boekje. Superleuk. Als het een 18x18 boekje willen ze een wat groter boekje kan ook. Dan komen ze op een 25x25 album. Het is allemaal van dezelfde leverancier. Dus die. Kan ik die mensen ook een berichtje sturen dat er binnen is. En willen ze een professioneel album. Dat kan natuurlijk ook. Dat is deze. En dan krijgen ze een mooie box bij. En daar zit het mooie album. Profoto heb ik een leensetje gehad. Die zit nou daarin. Ik heb zondag een fotoshoot gedaan met mijn achternichtjes om die nieuwe flitset uit te proberen. En dat beviel zo goed dat ik hem ook gelijk besteld heb. Het is wel een beste investering wat je weer doet. Maar goed, ik vind eigenlijk altijd dat je wel moet investeren in je bedrijf. De apparatuur is het belangrijkste. Dat moet gewoon goed zijn. Dat is je werkmateriaal. Dus daar bezuinig ik ook nooit op. Dus ik heb afgelopen jaar ook heel veel geïnvesteerd in nieuwe apparatuur. Dus nieuwe camera's, nieuwe lenzen. Dus nu ook nieuwe flitset. Dus voorlopig ben ik weer helemaal voorzien. Dus ik hoop dat ik 2022 weer goed kan beginnen. Thank you.
Het is vandaag 18 januari en Giel is jarig. Dat is natuurlijk super mooi, maar eigenlijk is het helemaal niet zo mooi, hè, Giel. Want eigenlijk had jij nou op school moeten zitten. Ja. Yeah. Waarom zit jij niet op school? Corona. Giel heeft voor de tweede keer in 10 maanden tijd corona. Helaas. En we hebben eigenlijk geen idee wie jouw bron is. We kennen niemand die de laatste dagen met Giel om is gegaan die corona heeft. Giel de eerste keer corona had, hebben we uit voorzorg getest omdat Hans corona had. Toen had Giel totaal geen klachten. Eén druppeltje aan de neus, dat was het. Als we hem niet getest hadden, hadden we nooit geweten dat hij corona had gehad. Dus ik denk eigenlijk dat het erin geslopen is op school of in de bus. Ik heb geen idee. Papa is er dan ook bij. Papa mag vandaag ook nog thuis blijven. Ja. Je mag morgen wel weer werken omdat papa geboosterd is. En ik ben ook geboosterd, maar ik heb toch al mijn afspraken even verzet. En we hebben al eerder corona gehad dus in huis. En op wie's verjaardag was dat? Mijn verjaardag. Was op Lisa's verjaardag. Dus de timing hier. Op Lisa's verjaardag had papa corona, opa en oma corona. Giel 5 dagen na. Dus toen hebben we jouw verjaardag met z'n drietjes gevierd. Papa is toen boven gaan slapen. Of gaan liggen. Omdat mijn schoonouders ook heel ziek waren. Dus uit voorzorg zijn we maar even apart gegaan van elkaar. Zodat ik voor de kinderen kan zorgen en hopelijk niet ziek werd. En toen werd de 5e dag dat we weer moesten testen, had Giel corona. En eigenlijk wonder boven wonder hebben Lisa en ik het gewoon niet gehad. Dus waarschijnlijk, ik hoop, Lisa, dat wij het alsnog niet krijgen, maar goed. Nou, dan zijn jullie immuun als jullie het niet krijgen. Dat denk ik ook. Ja, we zijn al immuun, denk ik. Na al die corona's hier in huis. We gaan nog even een softdusje doen, Lisa en ik. Yay, ik vind Lisa heel leuk, hè? Ik lekker. Ik zie al wel een heel klein streepje. Nou, of jouw corona is weg. Giel's softdust is nu negatief. Dus dat betekent dat je geen corona meer hebt. Dat kan niet. Ik zie wel 2 streepjes. Ja, maar van boven. Kijk maar, ik zie wel 2 streepjes. Ja. Die zijn er. Je hebt nog hartstikke corona, jongen. En wij dan, joh. Wat doe je hier? Je moet in quarantaine, joh. Wegwezen. Nee, blijf lekker bij elkaar. Hè? Nou, Lisa's streepje is gloeiend rood. Maar hij is niet meer zo... Nou is dit een andere test. Niet meer zo griepjes.